allemaal. Ik ga jullie vandaag het sprookje van Roodkapje voorlezen. Nee, dat is niet saai, want ik ga het sprookje rappen. Ik wil niet dat jullie lachen. Je moet goed luisteren, want jullie mogen na afloop zelf ook een rap opnemen. Graag wel met je mobieltje en let op het geluid dat je goed te verstaan bent. Roodkapje was een toffe meid en volgens de boeken droeg ze om haar hoofd altijd mooie rood doeken. Ze had een zieke oma, dus die ging ze bezoeken met een joekel van een rugzak met appelpannenkoeken. Zo stapte Roodkapje relaxed door het bos. Ze plukte bloemen in het mos en zong erop los. Toen kwam er een wolf en die zei er aan de bos. Jij loopt fout, ach gos. Hij was zo sluw als een vos. Dus Roodkapje liep om en die wolf ondertussen verkleedde zich haastig als een van de zussen. Zo ging hij die oma in slaap zitten sussen. Toen vrat hij erop en dook op de kussen. Een half uurtje kwam Roodkapje binnen wippen. Ze zei, hey oma, je moet je haar eens laten knippen. Wolf zei, hi kipje, en likte zijn lippen. Hij slokte haar op, voor ze kon ontglippen. Toen viel die in slaap, maar langs het huis liep een Turk. Die stampte naar binnen, want hij hoorde gesnurk. Hij dacht, dat is maf, een wolf in een jurk. Ik snij hem eens open, die vieze vuile schurk. Roodkapje was verkreukeld, maar ze had geen centje pijn. De Turk vroeg haar ten huwelijk en het werd een festijn. Ze kreeg een jurk van satijn en een ring met een robijn. En de wolf moest voor straf bruidsmeisje zijn. Hé, zo. En nu jullie. Verzin eerst een onderwerp waarover je gaat rappen. Een sprookje, je hond, het thuiszitten enzovoort. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie ideeën.